Welkom bij de Boer Horse Trucks. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben terug bij Arnold de Boer van de Boer in Pessen. Aanhangers, paardentrailers en horse trucks. Wij zeggen altijd gewoon de Boer on Tour. Dus wij zijn bij Arnold en de trailer is hier achtergebleven. Dat was wel eventjes pijnlijk, want nu moest hij hier slapen in plaats van bij ons. En we zijn nogal gehecht aan hem. Dus dat was een dingetje. Waarom moest ik hem brengen? Onderhoud is belangrijk voor een trailer. Gewoon goed nakijken, zorgen dat alles gewoon qua houtwerk goed in orde is. Nou heb jij het toevallig niet, maar ik wil er wel even een voorbeeldje van laten zien. Kitranden goed bij jou, zorgen dat die polyester lak geklinderd, gepoetst wordt. Dat de zon niet heel die laklaag verprutst en dat er niks van overblijft. Remmen goed nazien, banden, ventielen. Ik ga je straks nog wel even een paar dingetjes laten zien wat er aan gebeurd is. Maar dat is gewoon vooral echt belangrijk. En hoe vaak moeten we dat doen? Ik zou jaarlijks doen. Jaarlijks eventjes je trailer laten kijken. Dan heb je nooit grote kosten, nooit rare dingen. En heb je altijd alles 100% klaar. Maar jij gaat eventjes wat dingen laten zien, zodat we hem beter begrijpen waarom je toch echt wel eventjes je trailer in de hout moet laten nakijken. Je hebt een polyester trailer, er zit geen hout meer in. Nee. Dus dat rot niet. Nee. Maar ik heb hier een trailer staan, die laat ik je even zien. En daar heb ik één dingetje voor, dat is deze. En daar leg ik Arnold en Zamer, jongens. Precies mee uit hoe best die zijwand nog is, want je hebt een wand van polyester. Ja. Er zit hout in, als die verrot is, zit er geen hout. Oh. En als er geen hout zit, dan sla je en dan plopt die. Okay. En als er wel hout zit, dan hoor je een felle, harde tik en dan is hij gewoon goed. Dus gaat toch niet met dat ding op mijn trailer staan, hè? Nee, maar wel op één van mezelf om te laten zien hoe het zit. Dan gaan we naar binnen. Oh, naar binnen ook nog? Ja. Dan heb je hier een wand. Oeh. Ja, ik kan me wel voorstellen dat ze die in willen ruilen. Ja, maar het kan best zijn dat zo'n trailer gewoon echt goed is en dat die dan gewoon niet ingeruild is, want die gewoon goed veilig is. Maar deze voorwand is enkel wand met polyester, er zit niks in. Ja. Vooral nooit. Hier heb je een wand, kun je zien, is een verdikking. Hier zit hout in verwerkt, want een paard staat niet, maar een paard die leunt altijd. Ja, echt. Je kunt nu al zien dat hij gewoon nu al beweegt en niet sterk meer is. Ik doe altijd met een hamer, tik ik gewoon, hoeft helemaal niet hard. Maar je kunt hier horen, hier zit gewoon nog wel stevigheid in, maar in deze plek komt geen water, geen vocht, is gewoon hard. Maar als ik dat hier doe, hier is hij zacht. En als ik dat dan zo laat zien, ik denk dat je kan zien op de camera. Kijk, ik druk dat zo in. En dan zie je ook die bouten, dat zit gewoon allemaal los. En het stuk waar je paard vast staat hier, dit stukje, zit dus ook gewoon nergens meer in vast. Zie je? En dat kun je, als hij redelijk goed is, kun je niet duwen, moet je het horen. Maar hier hoor ik heel duidelijk dat hij zacht is. En daar had. En ik sla niet harder of zachter. Hetzelfde doe ik met de vloer. De vloer is hier altijd goed. Omdat ze daar niet poepen en plassen? Nou, het gaat erom, jouw vloer wordt gedragen op deze zijkant. Hier ligt een ondersteuning waar je vloer op ligt. En hier niet. Maar als je hier verrot is, zakt daar je vloer ook onderuit. Dus wat doen we? We slaan kort langs de kant en luisteren weer hoe hard die is. Dit is gewoon een referentie hoe hard die kan zijn. Dat is hier. En ook hier langs de kant. Hetzelfde. Hoor ik hier achterin iets minder, maar dat is nog wel goed. Dus de vloer is goed, maar de zijkant niet. Nou, dan moet ik helemaal rondom gaan om te kijken als daar niet een hoekje verandert. Dus als de trailer al scheef gestaan heeft en het water loopt allemaal die kant in, dan kan het best zijn die vloer daar slecht is. Dus bij een goede controle gaan we helemaal rond en dan staan we gewoon lekker een poosje te kloppen, zeg maar. Dit bepaalt dus de waarde van de trailer. Hoe hard die is, hoe best zijn de zijwanden, hoe best is de vloer. En hoe goed is de achterklep waar de paarden overheen lopen. En dan eigenlijk gaan we pas verder om te kijken van hoe staan de assen eronder. Kunnen die nog kilo's dragen? Kan dat niet? Hoe zijn de banden? Nou, in dit geval hangt hier gewoon een band aan die helemaal stuk is. Maar wat ook heel belangrijk is, een ventieltje. Zijn ventiel stelt niks voor, maar dat is wel degene die de lucht tegenhoudt. Dus wij doen heel vaak met onderhoud een nieuw ventieltje in. En dat deze dan gewoon niet uitgedroogd is, maar gewoon goed. Dus dat jij met een nieuwe frisse band rijdt en een oud ventiel zie je best vaak. En dan heb je dus een ventiel die lekt, een band zonder spanning, die loopt stuk. Maar eigenlijk al met al is het hoofdzaak wanden, vloer. Dan gaan we door naar de assen die eronder zitten. Dan naar de banden en de oploprem voor met de koppeling, waar die achter jouw auto zit. Heel veel mensen weten niet dat een koppeling, zoals deze, vervangen moet worden. Die heeft een slijtage. Als je daar een kogel in doet, dan moet deze groen zijn. Ja. Ik kan het misschien zo voordoen. Kijk, zo moet die zijn met een kogel erin. En dan slijt hij, en hij slijt, en hij verslijt, tot hij rood is. En is hij versleten, moet er een nieuw op.
Dus dat is gewoon een indicator, dat ding. Dat is een indicator. Niemand kijkt daarnaar, maar dat is heel belangrijk. Want als die niet goed is, loopt die achter jou er vandaan. Ik laat even een andere trailer zien. Kom ik toevallig langs deze. Dit is wat we heel veel doen nu. 100% verrottingsvrij. Dat vind ik heel belangrijk. Waarom? Nou ja, we hebben ook een aanbieding van gemaakt, maar los daarvan. Verrottingsvrij. Geen hout in de polyester. Dus hier tussen zit geen hout meer in. Dus die kan in principe onder water verrot nooit meer. En dat is gewoon perfect. Je kunt aan een trailer ook altijd langs de kant zien. Deze zijkant is helemaal strak. Er zit geen oneffenheid in. Je kunt gewoon zien dat die helemaal gewoon strak is. Dus die polyesterlaag, die hecht precies goed op het hout nog. Ik zal de binnenkant laten horen. Deze is hier hard. Gewoon echt hard. Maar ook op de plek waar, waar die steun aan de buitenkant zit, die zijwand tegenhouden, zeg maar, en waar je achterstang in zit, hier. Dat is gewoon knetterhard. En dat is perfect, gaat nog jaren mee. Dus als ik ergens ooit voor een trailer moet gaan kijken of met iemand een trailer ga kijken, dan neem ik voortaan een hamer mee? Ja, ja. Ik heb, op het moment doe ik het niet vaak meer, maar vroeger had ik altijd een hamer in mijn auto liggen. En als ik ergens een trailer moet kijken, tik ik even een rondje. Weet je direct de waarde. Dus. Wat je ook kunt doen in plaats van de hamer, pak ik de stang en dan zeg ik even tegen de klant, ik ga het heel voorzichtig doen. Dus dan pak ik hem zo en dan tik ik even zo. Ik hoor datzelfde geluid. Eigenlijk hetzelfde als een hamer. Maar hier is wel een mooi voorbeeld. Deze aanhanger. Daar hebben ze over een stoep mee gepakt. Waarschijnlijk aan de band te zien is dat zo. Er zit echt gewoon een veeg op. Maar die staat er helemaal krom onder. Ja, dat is wel een serieuze kostenpost. Dus daar zal iets mee moeten gebeuren, want anders kun je niet meer rijden. Ja. Kijk, wat ik zei, remkabels belangrijk. Hier zitten vier remkabels. Gaan alle vier naar één wiel toe. En als je hier dan kijkt, die dingen moeten heel makkelijk hier in en uit gaan. Gaat dat niet, dan kan deze veer, die kan die remkabel niet terugtrekken. Wat gebeurt er dan? Blijft die aangetrokken, staat jouw remvoering naar buiten toe en loopt je wiel gewoon echt gewoon warm, je remtrommel. En dan kan het ergste geval het lage stuk gaan, loop je wiel eraf. Banden lopen we even helemaal bij langs, dat ook goed is. Ook qua bouwjaar en noem maar op. En is dat allemaal totaal goed, dan zetten we het terug in elkaar. Is alles ingevet, wordt het opnieuw afgesteld. Als dit allemaal opnieuw afgesteld is en remt hij perfect, wil hij goed achteruit, is alles goed. Zo niet, vervangen we onderdelen en dan kan de klant gewoon nou ja, een jaar rijden zonder problemen. Ik zie vaak als ze deze vervangen. Nee, dat is erom. Als de aanhanger achter de auto wegvalt, of je of geen goede koppeling, of ze hebben hem niet goed aangekoppeld, dan trekt deze kabel, dat is met deze dus gebeurd, die is helemaal los, die zetten ze aan de auto vast, deze zit aan je handrem. Dus op het moment dat die aanhanger eraf valt, trekt deze met een klap de handrem aan, dan gaat de karperrem af en toe en dan remt hij rustig af, staat hij stil op de weg, is niet veilig, maar staat in ieder geval stil. Dat is deze kabel voor, noemen ze een losbreekreminrichting met een duur woord. En wij noemen dit een breekkabel, want hij breekt. Pap, je bent vergeten te vertellen dat die onderhoudsticker erop zit. Ja, dat is wel heel belangrijk, ja. Waar is dat voor, weet jij dat? Dat je weet wanneer die hier is geweest. Ja. Voor onderhoud. Mensen kunnen er altijd aan zien als die sticker geplakt is. Die plakken wij alleen als hij groot onderhoud gehad heeft. En die plakken we alleen als alle onderhoud uitgevoerd mag worden van de klant. Want sommige mensen vinden het te duur en doen ze het niet. Dan plakken we ook geen sticker. Die sticker zit erop als hij echt goed is. En dat is mooi, want dan kan de agent ook zien, hij is een jaar geleden gecontroleerd. Die zal goed zijn. Ik heb een polyester. Je hebt polyester met hout. En je hebt nog iets anders. Ja. Toch? Ja. En jij zegt, ik heb polyester, maar dat klopt, maar jij hebt polyester zonder hout, verrottingsvrij noem ik het altijd. Yeah. Daar heb ik van Buken, en loop even mee als je wil. Ja. Ik heb bijvoorbeeld hier staan, Buken trailers, is verrottingsvrij, geen hout, hier hetzelfde verhaal. Ik heb toevallig een trailer van Venda staan, die is ook helemaal geklinderd, gepoetst, onderhoud gehad. Je kunt het zien hoe het eruit ziet, dus weer als nieuw, maar ook verrot niet weer, hetzelfde verhaal. Wat ik zei, we hebben dus meerdere types, waar we ook heel veel verkopen is aluminium. Aluminium van Sirius verkopen we veel. Ivor Williams. Hier is gewoon echt nagedacht over de ruimte van het paard. Als je een groot paard hebt, een paard wil graag staan. En als hij staat, wil hij graag met zijn nek recht staan. Die wil niet in een punt staan. Dat is of zijn hoofd moet buigen naar beneden, of naar de kant. Gewoon ruimte hebben. En als je hierin gaat, dan kan ik zelf niet bij het dak. Dus zo'n paard heeft gewoon rust, ruimte, geen stress. Allemaal onder als arm. Verrot niet meer. Je voelt je gewoon klein in zo'n trailer. Hoe lang ben jij? Ik ben bijna 2 meter. 1,90 op kenteken. Dus ik kan er niet bij, zie je dat? Ik heb nog een mooie optie van de Sirius. Ja, ik kan ook draaien. Hey, ja.
Hier kun je dus ook met als je een keer wat moet met een heftruck laden of wat ook, dan kun je gewoon zeggen, ik zet het schot aan de kant. Of je pakt het schot eruit. Let dan op als je dat doet. Even een lange stang erin, dat je wel je stevigheid in de wandel bouwt. Dat is altijd wel een dingetje. Bij deze trailer is het minder belangrijk, dus een heel zwaar achterportaal ingelast. Allemaal staal, dikke stalen koper. Dus bij deze zou je zo kunnen rijden, maar dat kan niet bij iedere trailer. Ze zijn niet allemaal zo sterk. Dus dan kun je nu met heftruck bij je. En dan doe je die deur weer dicht. Als je die dicht hebt, doe je deze dicht. En dan pakken we hem zo. Weer als klep. Anouk, heb je goed op mijn trailer gepast? Ja. Goed zo, dat vind ik heel fijn. We zijn terug bij onze trailer. Dus die is nu op al die punten aangekeken? Ja, ja. Alles. En omdat wij er 100% netjes bij willen hebben staan. Wat ik al zei, is belangrijk. Cleaneren, poetsen. Dat is gebeurd. Die jongens hebben al onderhoud gedaan. Dus remmen, lagers, banden, oploopremmen. Nou, alles wat ik gezegd heb, alles is gebeurd. Jij hebt een trailer die geen hout heeft aan de binnenkant, ja? Dus die verrot ook niet. Nee. Dus de hamer is niet nodig in dit geval. Dus je hoeft niet met de balk overal tegenaan te donderen. Nee. Dus deze is gewoon goed, ja. Kan niet anders. Ik zal even de binnenkant laten zien. Alle kitranden hebben we vervangen. Moet de kitranden zo vaak vervangen worden of heb je dat gewoon gedaan omdat jullie ons sponsoren? Nee. Wij doen heel snel kitranden vervangen, want als de rest van de rubbermat los zou laten omdat er urine onderkomt of wat ook. Dan is dit eigenlijk maar een kleine moeite. Ja? En dan zit alles weer 100% dicht, blijft ook echt netjes. Oké. Dat is gewoon echt preventief onderhoud. Even laten zien. Want ik zie het wel, ja. Buiten dat zet ik altijd de hoge drukspuit erop, omdat dat mag. Dus dan zie je inderdaad dat aan de zijkant wel eens wat flubbertjes beginnen los te laten na je herspuiten. Ja, en een tip daarop is, als je met een hoge drukspuit schoonmaakt, dan is het best om hier gewoon met veel druk op te spuiten. Maar bij die kitrand kun je net zo goed zeggen, ik stop hier en zet daar geen druk meer op. Ja, maar dan wordt mijn zijkant hartstikke vies. Ja, maar je hoeft niet hier vol gas is goed, maar daar iets minder uit. En misschien met een klein borsteltje langs de kant. Dat scheelt wel in de toekomst weer onderhoud. Okay. Maar als jij bij mij komt en die randen liggen eruit, gaan we kitten. Ligt het er niet uit, gaan we niet doen. Nee.